Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik begin deze video om 9 uur 's avonds. Is het 9 uur? 10:09 's avonds. Het is de. Nee, niet de dag voor we op vakantie vertrekken, maar de dag daarvoor. Dus morgen is het donderdag voor ons en vertrekken we nog niet, maar vrijdagochtend vertrekken we. Maar omdat de dag voor vakantie altijd zo stressvol is, wil ik zeggen, dacht ik vandaag al zo'n beetje mij te pamperen, nu dat ik even een beetje tijd heb. Dus ik heb me net gedoucht en ik ga nu olie in mijn haren doen. Ik gebruik altijd die olie van Gizou. Die heb ik al, dat potje heb ik echt al 3 jaar of zo volgens mij. Dat is nog altijd niet helemaal leeg. Amai. Ik verlies keiveel haren trouwens. Als ik heb gedoucht, heeft nog iemand dat. Echt heel veel. Er komt echt altijd zo een hele dingen uit. As you can see. Maar dus, ik heb al redelijk wat stress voor de vlucht van overmorgen. Dus ik dacht, nu heb ik al mijn werk af. Ik moet alleen nog 2 video's uploaden op YouTube, maar die zijn wel gemonteerd. Dus ik dacht, dan ga ik nu nog even me-time zo wat inlassen om te relaxeren en niet te gestrest te zijn. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we will see. Hè? Buiten mijn olie doe ik ook nog wow kaalcocktail erin. Ziet er zo uit. Dat doe ik ook zo'n beetje met puntjes, maar een heel klein beetje. Zo, ik weet zelfs niet als je het ziet hier. Dat doe ik zo in mijn punten en zo in de onderste stukken. Voilà. En dan ga ik ook nog een maskertje doen, denk ik nu. Om even chillen, te relaxen. Ik ga mijn My Little Pony masker opdoen. De roze glittermasker. Omdat ik dat heel tof vind dat je dat gewoon zo moet aftrekken. En niet meer eraf moet wassen. Hier trouwens moe uit vind ik onder mijn ogen. En dat ziet er zo uit. Jullie hebben dat denk ik al gezien. Roze met glitter. Ik ga spateltje gebruiken daarvoor. En terwijl ik dat opdoe, wou ik ook al even zeggen dat ik heel wat berichtjes vandaag heb gehad op Instagram. Omdat ik mijn verhaal had gepost over ja, dat ik angst heb, dat ik paniekaanvallen krijg. Gewoon eigenlijk in het dagelijks leven. Als jullie mijn verhaal niet weten van wat dat ik precies heb. Ik heb daar een video over gemaakt, dus dat zal ik onder in de beschrijving zetten. Maar ik heb dus emetofobie, waardoor dat ik ja, wel angst, redelijk wat angstig ben. Ik neem hier ook al 3 jaar pilletjes voor. Dat weten jullie ook, denk ik, als jullie die video hebben gekeken. En nu, als ik moet vliegen, dan heb ik eens zo fel angst. Amai, dat is niet moeilijk, makkelijk om te praten zo. Dan heb ik, ja, dan jaag ik mij nog meer op precies. En het is al vaak gebeurd dat ik op het vliegtuig een paniekaanval heb gehad. Dus dat is natuurlijk niet zo leuk. Of voordat ik op het vliegtuig ga. En dat is natuurlijk geen tof gevoel. Dus had ik aan jullie gevraagd op Instagram als er mensen tips hadden. En ik heb heel veel tips binnengekregen. Dus ik wil deze met jullie delen. Maar ik ga ook zeggen welke tips voor mij persoonlijk werken en welke niet. Want sommige tips die binnen zijn gekomen heb ik al geprobeerd. Velen van jullie, dat kwam echt heel veel voor, zeiden Rescue Spray. Dat is van Bach. Dat is op basis van Bach Bloesems. En hier heb je ook snoepjes varianten van. Dit heb ik in het verleden al heel vaak geprobeerd. Dat is iets wat ik meestal meeneem op het vliegtuig. Ofwel het spraytje. Maar dat heeft niet zo'n lekkere smaak.
of de snoepjes. Maar ja, daar zit natuurlijk dan ook weer van wat suiker in. Maar voor mij en mijn angstaanvallen en paniekaanvallen is dat niet echt een oplossing. Want dat is op homeopathische wijze. Dus ik snap, als je examens hebt en zo, dat je daar wel wat rustig van kunt worden. Of als het, ja, als het, je het even stressie hebt of even niet ziet zitten, word je daar wel rustig van. Maar voor mij is dat niet, ja, is het veel te zwak, zal ik zeggen. Wat er nog binnenkwam en ik wel een heel goede tip vind, is van met iemand te bellen die je vertrouwt. Wat echt wel helpt voor mij is, als ik mij niet goed voel, dat ik dan kan praten. Liefst over iets anders, zodat ik mijn gedachten kan verzetten. Dus ik ben wel altijd blij als Celine of Sam bij mij is. Want dat zijn de twee mensen die ik het meeste vertrouw. En ik weet dat die mij sowieso zullen helpen. En als er iets is, dan praten die ook wel altijd tegen mij. Vooral Celine doet dat heel fel. Als ik mij niet goed voel, dan vraagt ze, en hoe gaat het? En dan zegt ze ook heel tijd van, het is niet meer lang en dat komt goed en dat zit maar in uw hoofd. En dan praten we gewoon over andere dingen, zodat ik zo dat hier van boven een beetje kan loslaten. Ik luister ook heel veel naar muziek op het vliegtuig of voordat ik ga vliegen. Al is het maar dat ik in de luchthaven eigenlijk zo'n rij sta te wachten, dan steek ik vaak één oortje in en eentje uit, zodat ik toch nog kan horen wat de mensen zeggen. Dus dat werkt ook wel een beetje voor mij, zo muziek of ja, zo een app die mij kalmeert. En dan als ik één oortje al in doe, dan is dat toch zo in mijn achterhoofd. Allee, dan hoort je dat toch zo, maar toch ben je ook nog wel bezig met de andere dingen. Wat ook heel belangrijk is voor mij op zo'n stresserende ja, trips, of als ik iets zo ga doen wat ik extra stresserend of extra eng vind, dan vind ik het heel belangrijk om de dingen dicht bij mij te hebben die mij geruststellen. Zo heb ik bijvoorbeeld altijd een posje. Sorry, mijn neus jeukt trouwens. Oh, en ik kan er niet aan krabben met dat glittermasker. Nu hangt er glitter aan mijn handen. Ai. Maar ik heb dus altijd een ja, posje zo bij, zo'n zakje, waar dat dan dingen in zitten die ik gewoon voor mijn gemoedstoestand wil hebben. Zo heb ik dus, ja, zoals ik zei, altijd water en kauwgom. Maar ik heb daar ook bijvoorbeeld zo'n zakje in steken, wat ik ooit dus op het vliegtuig heb meegenomen. Zo'n zakje om over te geven, zo die air sickness bags. En Melky is zo hevig. Zeg, wat is er? Is je zo hevig? En ik heb dat zakje echt al meegenomen 7 jaar geleden of zo op een vliegtuig. En ik heb dat altijd in mijn handtas zitten. Dus dat is gewoon zo echt. Ik weet dat dat er is. Ik heb dat nog nooit moeten gebruiken. Gelukkig. Houd vasthouden. Maar je weet zo dat het er is. Waardoor dat je je wel meer op je gemak voelt. Nog een tip die heel veel binnenkwam was van echt iets te doen te hebben op het vliegtuig. En niet gewoon te zitten niksen. Nu, ik heb wel een lange vlucht, dus we hebben sowieso een schermpje voor ons waar we films en series op kunnen kijken. Maar ik neem ook wel nog altijd mijn laptop mee. Ik zorg ook altijd dat die volledig is opgeladen, zodat ik ook mijn eigen series kan kijken die ik graag wil kijken. Ik kan bijvoorbeeld vertrouwde series kijken, bijvoorbeeld als Friends. Als je dat al een paar keren hebt gezien en dat dan nog eens kijkt, dan geeft u zo het gevoel van, ah, dat ken ik en dat is leuk om nog eens te zien. En dan voelt je zo wat meer op je gemak. En er kwam ook vaak een tip binnen dat je om de 10 minuten iets anders zou moeten doen op het vliegtuig. Zodat je hersenen eigenlijk niet verveeld geraken. Dus dat je bijvoorbeeld 10 minuten serie moet kijken. 10 minuten op je gsm spelletje spelen. 10 minuten praten met wie naast u zit, 10 minuten kleuren in een kleurenboek voor volwassenen, zoiets. Omdat dan
gaan uw hersenen eigenlijk niet verveeld geraken en niet beginnen denken. Als je langer dan 10 minuten iets aan het doen bent, kan het zijn dat uw hersenen onderbewustzijn terug gaat denken aan die angst. Dus dat heb ik nu nog nooit geprobeerd. Maar ik weet ook niet als dat per se nodig is voor mij. Als ik om de 10 minuten iets anders moet doen. Want eens als ik wel terug gerustgesteld ben, dan ben ik ook wel terug op mijn gemak. Sam, heb jij niet nog een tip? Oh! Was je verschoten? Had je dat nog niet gezien? Dat was een monster dat erin laat. Zeg. Heb jij nog een tip? Een tip om anxiety tegen te gaan? Ja, of iemand in je buurt die dat heeft, hoe je daarmee om kunt gaan? Als iemand er dat heeft rond u, zoals mij. Ja, zoals ik toch al vaker meegemaakt. Ja, ja. Er echt voor die persoon zijn. Je moet niet echt veel doen eigenlijk zelf, maar je moet gewoon laten merken aan die persoon dat je er klaar voor staat. Dat stel dat er iets is dat je dan die zult helpen, dat je de hand vasthoudt of ermee babbelt of ermee meegaat ergens naartoe als dat nodig is. Ja, dat heb ik wel fel. Als ik mij dan niet goed voel en ik moet naar het toilet lopen of zo, en dan gaat Sam direct mee. Dan zeg ik echt, ik hoef zo maar echt te zeggen van, oh nee. Het gaat niet, ik voel me niet goed en dan sta ik op en je volgt mij altijd direct. Ja, gewoon later zijn en eigenlijk gewoon wat babbelen vind ik ook altijd wel goed. Hè? Ja, of luisteren, in mijn geval. Luisteren? Ja. Ook jij babbelt toch ook? Ja, ook het begin over iets en dat je kunt praten over iets anders of zo. Gewoon met andere dingen bezig kunt zijn. En ook niet 100 keren vragen, gaat het? Gaat het wel? Ja. Gaat het wel? Want dan denk ik er nog meer aan. Ja, natuurlijk. Gewoon over andere dingen. En je mocht wel eens vragen, gaat het? En gaat het een beetje oké, maar niet de hele tijd. Nee. Aha, nog een tip van mezelf. Iets wat ik altijd meeneem. Ik heb er hier nu net een paar liggen staan. Hier staat er nog een. En dat is oortjes. Ik neem echt altijd oortjes mee op het vliegtuig. Als ik geen oortjes of koptelefoon bij heb, dan koop ik er daar nog. Want dat is echt een must voor mij. Dan kan ik zo'n beetje in mijn eigen wereld zijn. Ik heb er hier nu net toevallig 3 liggen die ik ga uitproberen. Ik denk dat ik deze gaan meenemen, omdat deze ook noise cancelling zijn. Of ik heb ook een grote koptelefoon van Sony die ook noise cancelling zijn. Die ook noise cancelling is, sorry. En ik heb wel het gevoel dat dat echt goed is. Zeker die noise cancelling. Want op het vliegtuig heb je nog altijd best veel lawaai van het vliegtuig zelf. Zo heel tijd zo de hard lawaai. En dat heb ik niet zo graag. En met die noise cancelling headphones zit je echt in je eigen wereld. Dus dat vind ik echt heel leuk. Maar als ik geen noise cancelling headphones had ofzo, want ik heb dat niet altijd gehad, dan zijn gewone oortjes natuurlijk ook goed. Dan wat ook vaak helpt voor veel mensen, voor mij ook wel, hangt er vanaf. Maar als je op het vliegtuig je niet zo goed voelt, heb je ook heel vaak geen zin om te eten. En het vliegtuig eten is niet altijd heel lekker, vind ik persoonlijk. Ik eet dat echt niet graag. Dus wat dan ook wel goed is, om je eigen snacks mee te brengen, om iets mee te brengen om te eten. Ik neem bijvoorbeeld altijd glutenvrije crackers of hoe noemt dat, rijstwafels of zo mee. Omdat als ik het eten dan niet wil, dan kan ik dat toch eten en dan kan ik eventueel een potje confituur of zo vragen. Dat hebben ze meestal wel. Dus dat is ook altijd wel een tip om je meer op je gemak te voelen. Ondertussen gaan we een ijsje eten. Ik heb een raket en een twister. Oh. Allee, Muffin! You're so weird! You're so weird, girl! Such a weird girl! Oh, you're so cute! Ik ga je missen!
Dat doe ik trouwens ook echt vaak op het vliegtuig. Hè. Dat doen we vaak, hè. Naar foto's kijken van de katjes. Dan zitten we op het vliegtuig echt zo naar foto's te kijken van onze katten. Dat brengt mij ook tot rust, hè. Hé, schnullies. Schnullies. Dan heb ik ook nog vaak de tip gekregen op ademhaling letten. Bijvoorbeeld iemand stuurt dat ik tot 6 moet tellen. Dan was er ook nog iemand die zei dat je bijvoorbeeld 4 tellen moet inademen langs je neus en 2 tellen uit. Dat je altijd langer moet inademen langs je neus en minder lang uit moet ademen. Dus dat kreeg ik ook nog veel binnen. Trouwens, Milky is vandaag jarig. En die is zich echt zo aan het laten verwennen. Die ligt hier al heel de tijd zo. Ik moet die hele tijd aaien onder zijn kin. En als ik dan stop, dan kijkt hij zo. Kijk, hè. Dat weet je niet. En nu blijft hem liggen. Oké. Okay. Ah, toch. Ziet, nu kijkt hem zo van. Doe nog. Cutie. Milky is trouwens 5 geworden vandaag. Dan natuurlijk de tip die denk ik wel het meeste binnenkomt, is een goede psycholoog of zo zoeken dat je in therapie kunt gaan. Ik ben toch een paar jaar naar een psycholoog geweest. Maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt omdat ik het gevoel had dat wat ik daar kwijt kon, ik dat ook kwijt kon aan mensen in mijn buurt. En ik ben wel redelijk open, dus ik had zoiets van, ik kan dat ook wel vertellen tegen iemand anders. Maar ja, dat is gewoon persoonlijk. Dan bachbloesems, dat komt ook heel veel terug. Maar ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is als wat in de rescue spray van Bach zit. Dat dat ook bachbloesems zijn. Dat is op natuurlijke wijze. Dat kan natuurlijk wel helpen voor mensen, maar zoals ik al zei, voor mij niet echt. Dan wat ik ook heb binnengekregen van Jessabella. Zij heeft zelf ook emetofobie. En wat zij vaak doet als ze paniekaanvallen heeft, is optellen. Dus bijvoorbeeld 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 8 is 16. Om zo uw gedachten te verzetten. Dat vind ik wel een hele goede tip. Dat ga ik ook eens proberen. Dat vind ik echt wel een leuke tip. Maar ze zegt ook wel, omdat ze dat al zo vaak heeft gedaan, dat dat nu niet meer zo goed werkt, omdat ze dat natuurlijk wel van buiten kent. Maar ik ga het wel eens proberen. Nog een tip van Jentel. Vind ik ook wel een leuke. Zij neemt altijd een stressballetje mee om in te pitsen of om mee te spelen. Want dat leidt haar af. En dan is ze... Milky, jij leidt mij af, jij. You're so cute. En dan doet ze ook zo spelletjes, zoals bijvoorbeeld noem 5 dingen die je ziet, hoort en voelt. Laat iemand een naam zeggen en je moet zoveel mogelijk over die persoon kunnen vertellen. Tel van 200 naar 0 en veel praten om afgeleid te blijven en ook kauwgom. Dat vind ik ook wel goed. Okay, hier heb ik ook van Eva een super toffe tip. Van cozy spulletjes mee te nemen. Dus dat je ook wel comfortabele kleren aandoet. Misschien je eigen kussentje kunt meenemen of eigen dekentje en je eigen thee. Vind ik ook wel tof. Dat deed ik vroeger wel, mijn thee meenemen op het vliegtuig. En dan vroeg ik zo een cup en warm water en dan had ik mijn eigen thee, maar dat doe ik wel niet meer. Dat ga ik ook nog eens terug doen. Want ik drink wel graag thee en dan voelt het wel meer alsof je zo gewoon in je zetel zit. Ondertussen hangt mijn masker er nog maar half aan, maar het is droog, denk ik. Oh, ik ga het zelfs er verder vanaf doen. Sorry. Ziet er niet uit, maar... Caroline stuurt ook nog dat zij een paar druppels Sedinal neemt. En dat dat een natuurlijk kalmeringsmiddel is. En dat je het bij de apotheek kunt krijgen. Dus dat kende ik ook wel nog niet. Dat is ook wel tof om eens uit te zoeken.
Dan nog een tip voor een app is Breed the Easy Way. Het ziet er zo uit. De free versie. Die ga ik ook eens downloaden om ook eens te testen. Iemand stuurt ook nog een tip, wat ik ook wel leuk vind, om ook weer zo afleiding te hebben. Dat je een kleur in je hoofd hebt, bijvoorbeeld rood. En dan moet je alle rode voorwerpen zoeken die er aanwezig zijn, bijvoorbeeld op de luchthaven of als je ergens anders bent. Vind ik ook wel een goede tip. Iemand stuurt ook een berichtje, Marie stuurt dat de Rituals app ook voorgelezen, ook een app heeft waar dat je zo voorgelezen teksten kunt luisteren die je doen kalmeren. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet dat Rituals dat had. Dus ik wist zelfs niet dat die een app hadden. Dan, wat ook wel redelijk veel mensen zeggen, is het luisteren naar kalmerende ASMR filmpjes. Dit heb ik wel vaker gedaan, dat is wel tof. En ze zegt ook dat de favoriet op YouTube Gentle Whispering en Whispers Red zijn. Dus dat is ook wel leuk. Dat is zo, ja, die praten heel stil en die fluisteren zo, waardoor dat je zo rillingen krijgt over je hoofd. Dat krijg ik toch altijd. En dat is ook wel goed om te relaxen. Je ziet me hier trouwens zitten met mijn masker nog op mijn voorhoofd, maar dit stuk is nog niet zo droog. Kijk, ik denk dat ik zo goed als al de tips heb doorlopen die ik heb gekregen. Oh. Amai. Toch het grootste deel. Er zijn er heel veel gewoon zo met hetzelfde. Dus die grootste dingen heb ik wel gezegd. Ik wil jullie echt heel graag bedanken. Ik heb echt heel veel dingen eruit geleerd en dingen die ik zeker ga toepassen. Jullie hebben massaal gereageerd. En wat ik ook merk is dat er echt zoveel mensen zijn met paniekaanvallen of angst en zo van die dingen. Dus dat stelt ook wel gerust, want dan weet ik ook van, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen die dat heeft. Er zijn er nog en we zijn niet alleen met dit probleem en we kunnen steun vinden bij elkaar. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dus dankjewel iedereen. Ik ga hier ook deze video afsluiten. Hopelijk hadden jullie er iets aan. Sorry dat ik dat zo op een chill manier heb gedaan. Maar ik dacht, ik ga gewoon maskertje doen. IJsje eten, theetje drinken. Wat ik nu ga doen. Oh, hij is al kou. Oeps. Maar op deze manier, ja, is het wel leuker om dit te doen. En ik denk ook voor jullie om dit te kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk en hadden jullie er iets aan. Als jullie nog tips hebben, laat ze zeker achter in de comments. En wij zien jullie. Hallo? Hey. Morgen! Morgen!